Tussen het razende verkeer van de Groningen Ringweg en de bedrijven op het industrieterrein Euvelgunnen houdt boer Ties Dijkhuis nog 11 koeien op zijn kleine stukje land. Vroeger keek Dijkhuis vanuit zijn boerderij uit over de weilanden en zag de kerktorens van omliggende dorpen. Veel collega-boeren zijn uit het voormalige gehucht Euvelgunnen vertrokken. Ze moesten plaatsmaken voor de oprukkende industrie. Ook Dijkhuis had weg kunnen gaan. Maar hij besloot om samen met zijn broer Teun de strijd aan te gaan tegen de steeds maar uitdijende stad. En dit is hier nog echt het authentieke landschap. Ja, kijk, en dat was... Als boer voelde ik ook niks voor gladstrikken en dergelijke. Want er is ook een collega die wou alles gladstrikken. Dus als, en dan zeggen ze wel eens, jammer, ja. Als dit verdwenen was, als ik vertrokken was, was een ander gekomen. En die hadden glad getrokken. En dan kwam woorden van Koen Schuiling terecht. Ja, het stelde eigenlijk ook niks meer voor. Maar door het authentieke landschap dat we zo lang mogelijk bewaard hebben bleven. En dan heb je het geluk dat die tijdgeest dan net erachterna komt. Dat ze zeggen, nou, we willen dit toch ook wel behouden. Hij wil dat zijn land, dat aan de boorden van de historische rivier de Hunze ligt, blijft zoals het altijd geweest is. Ja, de een die zegt, laat ze het allemaal volbouwen. En de ander zegt, het is geweldig. Ja, nou, iedereen kijkt er tegen aan wat. Maar de grootste gemene delen is nou toch omslagen in dat het een, zoals Van der Schaaf een keer zei, oude historische ding, ik weet niet precies is, maar dat ademt de geschiedenis van de stad. Nou, dit ademt ook de geschiedenis van de stad. Met het ouder worden veranderde ook het landschap. Zoals we vroeger zeiden, de kerktoren in Haren, Engelbert, Middelbert, Noordiek en de kerktorens in de Groningen. Ja, nou, die kun je dan hier en daar nog net even zien, maar hier niet meer. Nou, die ben allemaal verdwenen, ja. Het gebied kreeg een andere bestemming. En nou wilde hier in ieder geval het geval, door de nieuwe ontwikkeling, met verbinding en dergelijke, kreeg je weer een verbinding. Ja, niet het waterverbinding, ja, wat sommigen nog hopen moest waren, maar ik gok het nou maar op de voet-fietsverbinding. En dan heb je een hele mooie voet-fietsverbinding nou al van Sulademeer naar het Reediepgebied. Dat word je wel, hè. Ik kom toch wel. Overboer Ties Dijkhuis en zijn broer maakten filmer Tom Tieman een documentaire. De laatste boer van Euvelgunnen. Ik wil met de film vooral eigenlijk laten zien de strijd die geleverd is om dit mooie stukje Groningen hier te behouden. Het is het verhaal van Ties en Teun eigenlijk, van beide broers Dijkhuis. En die hebben hier halverwege jaren 90 een juridische strijd met de gemeente gevoerd om hun land te behouden. En de film gaat eigenlijk over die strijd, maar vooral over waarom ze het deden. De familiegeschiedenis die hier lag. Altijd het boeren hier gewoon echt een eigen plek willen behouden. En dat is uiteindelijk dus gelukt. De strijd om het behoud van de boerderij en het gebied eromheen was niet eenvoudig. Nou, het is een man die heel erg een enorme politieke betrokkenheid heeft gehad. En heel veel mensen kennen hem daar ook van de raadsvergaderingen en de politiek actieve boer. Maar, en daar gaat mijn film ook over, wat mensen niet weten is dat de familiegeschiedenis hier ligt. Dat hij op zevenjarige leeftijd zijn vader verloor. En het was de jaren 50, dan had je geen keus. Dan kwam je in de boerderij, dan was je de oudste en werd je de opvolger. Voor die strijd verdienen Ties en zijn broer Teun een plekje in het Gouden Boek van de stad. Dat vind ik wel. Hij heeft al een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn werk om hier de Hunzezone te behouden. Maar als die nog niet in het Gouden Boek staat, dan heeft hij daar absoluut verdient hij daar een plaats in. Zondagmiddag 15 januari gaat de documentaire De Laatste Boer van Euvelgunnen in première in het Groninger Forum.